CBN Prime Alert van donderdag 29 januari 2015. Uw aandacht voor de headlines. Personeel NIS hervatten werkzaamheden. Sport- en jeugdzaken zal werken aan pijnpunten NIS personeel. Grote brand in Nikeri. Kwaadwilligen beschadigen openbare telefoon Telesuur. IEARN en GTP houden workshop. Tas met geld uit pick-up gestolen. Echtpaar Mula Bulai, 50 jaar getrouwd. En grote partij Marwana onderschept. Kijkers, ik heb al in eerste instantie aangegeven dat de acties van het personeel van Entrinesti Sporthal, die is overgenomen door PWO. Wij hebben ook de vorige keer een vraaggesprek gehad met de heer Donovan Grep. En we zien dat hij vandaag wederom een onderhoud heeft gehad met het actievoerend personeel. En aan hem vragen wij wat er dan toch wel nu allemaal uit de bus is gekomen en allemaal bereikt is geworden, heer Grep. Nou, we zijn vandaag uitgenodigd geworden door de minister van Sport en Jeugdzaken. Afhankelijk zou dat om 8:30 gebeuren. Mm-hmm. Maar hij zit in de RVM, dus dat gebeurt om 12:00. Ik heb hem ook op het hart gedrukt. Nou, of de mensen van het secretariaat gevraagd om ze op het hart te drukken, om het op 12:00 te houden. Want ik heb nog andere afspraken. Maar ik heb hier met de mensen gesproken. Er zijn activiteiten die ontplooid moeten worden. En net als wat ik eerder gezegd heb, zijn activiteiten dus waarvan de mensen in inkomsten krijgen. Die activiteiten gaan gewoon door. Bij het gesprek van de minister, daar gaan we vandaag even rond de tafel zitten en kijken wat we kunnen bereiken. Er is een brief gisteren gestuurd door de directeur van NIS. Waarbij hij aangeeft dat hij zich niet aansprakelijk stelt door de geplande activiteiten. Als die niet doorgaan, wij hebben dan weer netjes een brief gestuurd en aangegeven dat wij ons ook niet aansprakelijk daarvoor stellen. Wij verlieden ons medewerking en die toezegging heb ik gedaan, maar we moeten praten. Als er niet gesproken wordt, kunnen we dan niet verder gaan. Ja. Dus ik heb van mijn zijde al kunnen aantonen dat ik willing ben om te praten en het probleem op te lossen. Dus het ligt nu op het bord van het ministerie. Wat zijn zo'n beetje de punten die u dan zal aanhalen bij het gesprek met de minister? Nou, de minister moet ons uitleggen wat hij allemaal van plan is. Wij hebben zaken die wij op tafel zullen gooien, met name wat ik eerder aangehaald heb. De werkomstandigheden, de lonen. De situatie die zich op dit moment bevindt, het stichtingbestuur dat nog niet ingesteld is geworden. Die zaken zijn de urgente zaken die besproken moeten worden. Het is ook natuurlijk zo dat de mensen nog geen salarissen hebben ontvangen. Dus dat zal hij ook moeten komen uitleggen waarom de mensen geen salarissen hebben ontvangen. Ja. Is het omdat de mensen in actie zijn? 27 jaar onder dit soort omstandigheden werken. Als mensen nu opkomen, dan hebben ze wel het volste recht om op te komen om te zeggen van nou, het kan niet. En is de PWO voorstander dat het personeel van hier wordt opgenomen in het overheidsapparaat? Nou, we zijn bezig. We gaan kijken. Trouwens, er zijn modellen die uitgeplozen moeten worden en daarna gaan we even kijken. Natuurlijk zou het makkelijker zijn als de mensen opgenomen worden in het overheidsapparaat. Maar gezien het feit dat het een stichting is, dan zullen we even kijken hoe of wat. Mm-hmm. Maar het is mijn wens wel dat de mensen opgenomen worden en uitgeleend worden aan die stichting. Ja. Begrijp ik u goed? U zei dat het stichtingsbestuur niet in werking is? Nee. NIS is op dit moment stuurloos, als je het aan mij vraagt. Ze zijn tegen de wet in feite, omdat je een statute hebt waar aangeeft dat je een stichting bestuur moet hebben. En op dit moment is het de directeur die alleen bepaalt wat er moet gebeuren en wat er niet moet gebeuren. Dus er is in feite geen beleid. NIS is helemaal stuurloos. En als je het aan mij vraagt, als je mensen in het bestuur gaat nemen, dan zou je mensen van het bedrijfsleven, misschien iemand van de overheid,
in het bestuur moeten opnemen, zodat zaken verder kunnen rollen. Snap je? En dat makkelijker als er activiteiten zijn, dat je altijd een beroep op het bedrijfsleven kan doen. En hoe lang is het dat de situatie hier stuurloos is? Nou, hoeveel jaar is dat al mijn bij? Sticht. Het bestuur? Ja. Langer dan 10 jaar. Ja. U hoort het zelf, langer dan 10 jaar. En dat werkt niet zo. En daarom zien we dat bepaalde zaken niet op gang kunnen komen. Omdat uiteindelijk iemand is die een besluit gaat moeten nemen. En het kan ook fataal voor hem aflopen. Dus wij gaan ons sterk maken dat het stichtingbestuur opgezet wordt. En dat wij ons voorstellen gaan doen als bond. Hoe wij dat om en bij de ruit willen zien. Het moet geen vriendjespolitiek zijn. Het moet geen familielid zijn van een of ander minister of de minister van sportzaken. De zaken moeten goed bekeken worden. Ja. The right man on the right place. Wordt het dus vandaag harde noten kraken bij de minister? Nou, ligt helemaal aan hem. Mm-hmm. Net als wat ik gezegd heb, als hij koppig is, heeft hij een groot probleem. Als hij willing is, dan komt er een oplossing. Ik werk door middel van dialoog, net als wat ik eerder gezegd heb. Ik ben niet iemand die van problemen houdt. Als problemen moest wakker met mee dat we fit ving. Ja. Maar we willen wel die oplossing. De mensen, hun zaken moeten goed geregeld worden. En al zouden we dat stap voor stap moeten doen, maar er moet een begin komen. Ja. Heer Grep, ik zie dat de mensen werkzaamheden hebben hervat. Betekent dat met zoveel woorden als dat daarmee de acties zijn opgeheven? Nou, niet dat de werkzaamheden hervat zijn. Net als wat ik gezegd heb, er zijn activiteiten waaraan NIS geld verdient. En hetzelfde geld wordt weer gebruikt voor hun personeel. De acties zijn niet opgeheven? De acties zijn niet opgeheven. We hebben de dispensatie verleend omdat deze activiteiten al geplande activiteiten zijn. En je gaat je vinger niet gaan snijden om voor het gerecht gesleept te worden. Dus daarom heb ik aangeschreven van, wij gaan, het is een model van slowdown actie voeren. Begrijpt u? De activiteiten gaan gewoon door. De mensen hebben betaald. Ik wil de directeur van NIS ook niet in problemen brengen. Maar hij moet ook best wel begrijpen dat de mensen hun zaken geregeld moeten worden. En ook het ministerie, want daar ligt het. Maar is de directeur voor het personeel zelf hier een sta in de weg geweest? Ik zou dat niet willen zeggen, maar na aanleiding van die brief die hij gestuurd heeft, dan vraag ik me af waarom zo'n brief. Is hij bang? Geeft hij daarmee aan dat hij dan niet staat achter het personeel? Ik zou voorzichtig zijn om dat te zeggen. Het kan. Maar bij dat gesprek die ik dinsdag met hem gevoerd heb, en ik heb hem uitgelegd van, kijk, het gaat om de mensen, hun veiligheid, de mensen, hun gezondheid, de mensen, hun pensioenen, alles eromheen. En hij begreep wel de situatie. Als mensen op het ministerie zelf kunnen kijken en zeggen van, hey, dit is geen geld dat de mensen zouden moeten verdienen voor het werk die verricht wordt, dan begrijpt u best wel. De mensen begrepen het, maar er moet er werk van gemaakt worden dat al dit soort zaken georganiseerd worden om tot een bepaalde hoogte te komen. Nee, helemaal duidelijk, heer Grep. Dank u wel. En wij volgen dit verder om dan te weten wat er nog uit het gesprek met de minister komt. Ja, sowieso. De pers wordt sowieso op de hoogte gehouden. Maar net als wat ik gezegd heb, het eerste wat ik nu op zijn tafel ga gooien is de mensen hun salarissen. Dat moet uitbetaald worden. En dat moet binnen 24 uur geschieden. Ik leg de nadruk 24 uur, omdat er mensen hier zijn die hun leningen moeten betalen en dat soort zaken. Ik wil niet dat de mensen in problemen moeten komen. En ik verwacht ook niet dat de minister dat wil hebben, dat mensen in financiële problemen komen. Maar morgen moeten ze niet in de branding gaan zien dat one of this mag roof of the one crime. Ja.
kijkers. En zoals door de heer Donovan Grep is aangegeven, heeft men vandaag wederom een afspraak gehad met de directeur van Sportzaken, de heer Luciano Mertewikromme, en de minister van Sport en Jeugdzaken. En we zitten nu bij de directeur op kantoor om aan hem te vragen hoe dit gesprek toch allemaal is verlopen, heer Mertewikromme. Nou, het gesprek is naar tevredenheid verlopen van beide partijen. Er komt nu een situatie dat de activiteiten in NIS weer kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. En in de tussentijd zullen we stap voor stap kijken hoe we de wensen van de werknemers kunnen verwerkelijken. Wensen die te maken hebben met salaris. Mm-hmm. Wensen die te maken hebben met de omstandigheden waaronder de collega's hun diensten moeten verlenen. Dat gedeelte van pensioen. Ja. Dat was een constructief gesprek en ik heb het gevoel dat we op een heel volwassen manier en naar tevredenheid van beide mensen dat er een goed fundament is gelegd voor verdere gesprekken richting die oplossing. Ja, ja. Maar waarom heeft een oplossing toch zo lang op zich laten wachten? De situatie bij NIS is dat zij gerekend kunnen worden tot een apart bedrijf, parastataal bedrijf. Dus dan heb je daar een directeur en een stichtingsbestuur en dan het ministerie. Wij moesten een aantal zaken in place hebben, zoals het instellen van het bestuur, het stichtingsbestuur, dat is laatstelijk geschied. Dus tussen nu en twee weken hebben we is de situatie overzichtelijker, want dan heb je de werknemers en dan de manager van NIS en dan het stichtingsbestuur. En dan het ministerie. Dat is geen excuus hoor, maar dat is alvast overzichtelijk gemaakt. Dat is overzichtelijk gemaakt. En wij moeten kijken hoe we zonder meer fatsoenlijker met de mensen moeten omgaan. Want hoe je het keert of draait, het zijn onze landgenoten die daar een bijdrage leveren om hun krachten te geven, zodat die sportgemeenschap gebruik kan maken van een nasty sporthal. Dus in de afgelopen 27 jaar zijn er kennelijk besluiten genomen die aan herziening toe zijn. En zaken moeten zowel in de diepte als in de breedte beter worden uitgewerkt. Misschien een functieanalyse van de mensen. Hoe zwaar is je functie? En aan de hand daarvan wordt het salaris bepaald. Ja, toch? Ik zeg maar wat, een portier van NIS kun je niet vergelijken. Het werk dat hij doet niet vergelijken met het werk van een portier van de minister, bij wijze van praten. Mm-hmm. Want die van NIS, je bent meer dan portier. Je bent eigenlijk ook veiligheidsman. Je bent alles. Dus we moeten dus die functies beter beschrijven. De hiërarchie moet overzichtelijker, duidelijker en helder zijn voor iedereen, zodat er geen communicatiestoornis is. Ja. Maar we merken, heer directeur, dat dezelfde regering die bepaald heeft dat we nu minimumloon hebben, al deze mensen vallen beneden het vastgesteld minimumloon. Ja, dat is ondertussen gecorrigeerd. Okay. Dat is ondertussen gecorrigeerd. We hebben in de eerste meeting die ik had gehad met de werknemers van NIS, had ik ze toegezegd dat we daaraan zouden werken. Het is ondertussen
zover dat wat dat betreft de neuzen in één richting zijn. Mm-hmm. En dat we dus invulling geven aan die wet om het salaris van de mensen op te trekken naar zoals wettelijk bepaald. En laten we zeggen, die tekortkoming zal in orde gemaakt worden. Is dat de reden waarom ze hun salaris nog niet hebben ontvangen? Dat is aan ons vandaag meegegeven? Ja, dat van het salaris moet ik even verwijzen naar de secretaris van de minister. Want die administratie loopt via de manager en zijn secretaris van NIS en de secretaris van de minister. Maar in die bespreking is dat ook tot naar voren gebracht. Begrijpelijk, als je geen geld krijgt aan het einde van de maand, dat is voor niemand goed. En wat niet goed is voor mij, wens je een ander absoluut niet toe. Maar we hebben wel gezegd dat we daar tempo achter zullen zetten. Ik kan me zo voorstellen dat wanneer twee partijen een meningsverschil hebben, dat kennelijk de gemoederen misschien een beetje verhit zouden kunnen raken. Maar we moeten kalm blijven, onszelf beheersen, rustig kijken naar de dingen en kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Maar dat wordt nu wel in orde gemaakt. Ja. Dat van het salaris van deze maand. Toen we in de kamer van de vergaderkamer waren, was het 1:00. En we hebben volgens mij tot 2:00, 3:00, 2:30 de tijd. Dus er was nog tijd. Maar voor de details zou u... Maar ik kan u verzekeren dat ook in orde wordt gemaakt. Andere zaken, directeur, dat van het stichtingsbestuur, reeds geruime tijd waren ze op non-actief. Ook de zaken die daar spelen met het personeel. Was dat niet bekend bij Sport- en Jeugdzaken? Dat was natuurlijk bekend. Maar waarom niet ingegrepen? Het tempo om heel snel een besluit te nemen, zodat daadwerkelijk een stichtingbestuur daar kon. Dat tempo moest zonder meer omhoog. Het was al lang het initiatief om tot een stichtingsbestuur te komen was al een tijdje aan de gang. Maar mensen die bevoegd zijn daartoe, die hebben ondertussen de puntjes op de i gezet. In de toekomst, wanneer zich soortgelijke omstandigheden voordoen waarbij je een situatie hebt van manager en stichtingbestuur en dan ministerie, dat we de les die we hieruit leren is dat we tempo moeten maken met ontwikkelingen dus en dat, zodat het voor iedereen helder is. Dus dat wel. Maar het is nu wel in orde. Ja. Even concreet dan, komen de mensen dan toch wel te vallen onder een stichtingsbestuur of zullen ze toch wel komen in het overheidsapparaat? De mensen blijven werknemers van NIS. Die functieanalyse moet straks duidelijkheid geven over het gewicht van de werkzaamheden die men verricht. En op basis daarvan moeten we kijken hoe we NIS professioneler kunnen draaien, zodat NIS zichzelf... Gebeurt dat niet? Dus in de afgelopen jaren heeft NIS nogal wat concurrentie gehad van andere faciliteiten waar er activiteiten plaatsvinden, of het nou een show is. Tegenwoordig hoor ik veel flamboyant park. Er was een tijd dat die concurrentie minder was. Dus met het nieuwe stichting, ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe stichtingsbestuur en de manager en de werknemers zodanig met elkaar van gedachten zullen wisselen dat het een win-win wordt voor everybody. Maar het stukje van hoe gaan we de concurrentiestrijd aan NIS met andere soortgelijke, ik zal zeggen bedrijven hoor, gemakshalve. Dat stukje moet zeker door de deskundigen bekeken worden. Maar dat we moeten gaan naar een omstandigheid waar we meer van NIS kunnen verdienen, daarover is geen discussie mogelijk. Okay. Dat moet wel. Ja, tot slot, zijn dan de acties opgeheven?
Ja. Okay. Het is, goede nieuws is dat de acties zijn opgeheven. En dat de sportgemeenschap, die voor wie NIS een zeer belangrijke accommodatie is, dat zij gerust kunnen zijn. En dat wat dat betreft, wij weer kunnen genieten van een topsport in NIS. En shows neem ik ook aan. Ja, goed. Dankjewel, directeur Mento Wikromo. En dankjewel. Oké, okay. Graag gedaan. Ook jullie bedankt voor het feit dat je mij in de gelegenheid hebt willen stellen om op de eerste plaats die sportgemeenschap te informeren dat alles in rustig vaarwater is. Maar natuurlijk ook de totale samenleving. Huh? Ook u bedankt. Gaat u door met het goede werk. De 2-verdieping tellende handelszaak Genta in Nikeri, voorheen Lalta, is compleet in vlammen opgegaan. Ook Nita's Fountain, voorheen Nikki's Fountain, heeft heel veel schade opgelopen. Een derde zaak had vlam gevat, maar de brandweer kon erger voorkomen. Nadat de brand nagenoeg onder controle was, werd er ook ontwikkeling in een vierde pand ontdekt. De brandweer moest de afgesloten garagedeuren opensnijden. Het zijn brandmeester werd teruggenomen omdat het nu om een uitslaande brand ging. De brandweer heeft met man en macht gewerkt om het vuur onder controle te krijgen. Er moest water worden gepompt uit de Nikeri rivier. De energiebedrijven Suriname kwam laat in actie, waardoor de stroom niet gelijk kon worden uitgeschakeld. De Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM, kon helemaal niet worden bereikt. Het heeft wat tijd gekost om de dompelpomp in werking te stellen vanuit de Nikeri rivier, zegt brandweercommandant Remy Markelo ter plekke. Onder moeilijke omstandigheden had de brandweer de job moeten klaren. Door de harde wind sloegen de vlammen in snel tempo over zich heen. We staan er hier aan de Fred Derbystraat en het is toch wel iets dat ik aan de kijkers wil wijzen en wil meegeven, is het volgende. Dit zijn de welbekende openbare telefoontoestellen van Telesuur die we in land en district hebben. Maar het jammerlijke, zoals ik het daarnet aangeef, we zijn hier aan de Fred Derbystraat, maar dit merk ik niet alleen aan de Fred Derbystraat, maar op heel wat andere plaatsen, dat kwadwillige. En dat ziet u hier, horen die ontbreekt. En sowieso kan ik dan aangeven dat dit dan ook helemaal niet werkt. Wat ik verder wil meegeven is dat het gaat hier om hele grote investeringen. Ik maak geen reclame voor Telesuur, ofschoon het een bedrijf is waarop wij allemaal trots mogen zijn. Wil ik wel aangeven dat wij niet zo kunnen omgaan met dingen die voor die gemeenschap wordt geplaatst. Ten eerste is dit geplaatst om die gemeenschap te dienen. Ofschoon we nu allemaal een mobieltje hebben en het heel makkelijker gaat om te bellen, zijn er toch wel anderen die hiervan gebruik kunnen maken. Een simpele voorbeeld, u hebt autopech, u bent in nood, u hebt uw mobieltje niet bij u of u hebt geen beltegoed. Nou, zo'n openbare telefoon met zo'n telefoonnummer, die biedt altijd dan hulp. Maar als we zo omgaan met zaken en vernielen, nou dan kunnen wij niet zeggen dat wij dan gaan voor die ontwikkeling waarover we allemaal praten in het land. En wanneer het bedrijf steeds deze dingen moet repareren, betekent dat zij het geld die zij in feite allokeren om andere projecten uit te voeren, het geld steeds moeten uitgeven om steeds deze zaken te vernieuwen. Dus wat ik hiermee wil aangeven, beste kijkers, is laten wij met onze vingers afblijven. Afblijven in de zin van als je met ideeën of plannen loopt om zaken te vernielen dat ten dienste is van die gemeenschap, openbare zaken, dat u dat achterwege laat. Want zoals ik het aan heb gegeven, heeft Telesuur dit in land en district geplaatst met een bepaald doel. Niet om te vernielen, maar om die gemeenschap ten dienste te zijn. Dit is er aan de Fred Derbystraat, ene voorbeeld alleen, maar het zijn er zoveel andere die hier en daar zijn geplaatst en die ook ernstig vernield zijn geworden door kwadwilligen of anderen die gewoon geen goeds hebben te doen. IUN en Global Teenage Project die hebben vandaag de workshop
Today Learners are Tomorrow's Leaders georganiseerd. We spraken hierover met Bob Hofman, projectleider van Global Teenager Project, en mevrouw Betty Burgers. Zij is de landencoördinator van IEARN. En dit is over de workshop. Heer Bob Hofman, projectleider, wat is het hoofddoel van dit project? Het hoofddoel van het Global Teenager Project is om kinderen uit de hele wereld met elkaar te verbinden. En ze niet over elkaar te laten leren, maar ze met elkaar te laten leren. En wat moeten ze met elkaar leren? Ze leren hoe ze wereldburgers van de 21ste eeuw worden. Dus dat gaat over respectvol met elkaar om leren gaan, begrip hebben voor mekaars cultuur, snappen dat je in een land als Suriname met verschillende culturen heel goed kan samenleven en dat diversiteit een rijkdom is. En dat moet een plek in het onderwijs hebben. En wat moet het groter plaatje hieruit gaan worden? Het grote plaatje is dat we nu in 40 landen, meer dan 500 scholen, 20.000 leerlingen met elkaar verbinden rondom thema's. Het thema waar we hier vandaag aan het werk zijn, het gaat over kinderrechten, het recht van ieder kind, het recht om naar school te gaan, het recht op veilig voedsel, het recht om een knuffel van je vader en moeder. Heeft ieder kind dat wel? Kunnen we als grote mensen voor een beetje veiliger, leefbare wereld zorgen? Dat heeft een plek in onderwijs. En wie zijn de actoren die er vandaag dan participeren aan de workshop? We zijn deze week te gast met 18 leerlingen en 14 leerkrachten uit Nederland. We zijn een week te gast in Suriname. We werken samen met IEARN Suriname vanuit het Global Teenager Project. We hebben 7 scholen bezocht. En vandaag zijn we samen met de leerkrachten uit Nederland en het Suriname aan het kijken, wat heb je nou nodig als leerkracht om op een andere manier te leren? Niet uit een boekje over Nederland, uit een boekje over Suriname, maar ICT gebruiken om samen te werken. Wat eet jij vandaag? Hoe ga ik naar school? Echt samen leren. En mevrouw Betty Burgos, u bent van IEARN. Kunt u ons vertellen waarvoor IEARN staan en wat jullie precies doen? IEARN staat dus voor International Education and Research Network. Dat is een wereldorganisatie dat speciaal met education, natuurlijk met opvoeden, vooral op school te maken heeft. En daar zijn we al een aantal jaren lid van, ik dacht sinds 1998. En door steeds contact met elkaar te hebben, ga je steeds meer projecten met elkaar uitvoeren. Behalve met Nederland en Curaçao zijn er nog een aantal projecten die ik ga uitvoeren. Ik heb wel eens met Japan gewerkt, met scholen, met Belarus, met Canada, Argentinië, noem maar op. Maar ook vanwege de taal Nederlands vooral is het heel prettig om met Nederland en Curaçao te werken. Alhoewel we ook mensen hebben die met de Engelse leercirkel meedoen. Ja. Maar merkt u dat we de vruchten hiervan al plukken? Nou, als ik luister naar de leerkrachten en de leerlingen in de afgelopen jaren, hebben ze er allemaal wat van geleerd. Het is dus niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten. En dan moet je niet vergeten, vooral het gebruik van ICT ook, dat nodig is nu. Je kunt er niet meer zonder. Dat maakt onze kinderen sterker, want wanneer wij op school hen leren hoe om te gaan op computer, niet alleen om leuke dingetjes te gaan zoeken, leuke filmpjes, maar ook educatieve dingen van elkaar leren. Precies zoals de heer Bob Hofman zei, dat we educatief met elkaar bezig zijn en proberen echte wereldburgers van hun te maken, van onze studenten, leerlingen. Ja, en hoe hebben IEARN en GTP, Global Teenager Project, elkaar leren kennen? Nou, ik denk dat eerder de heer Bob Hofman dat kan zeggen. Het mooie van IEARN internationaal is dat het echt een koepelorganisatie is. We vinden elkaar 1 keer per jaar op een plek op de wereld, op de IEARN Wereldconferentie. Die is in Zuid-Afrika geweest, in China, in Japan, in 2006 in Nederland, afgelopen jaar in Argentinië, komend jaar in Brazilië, 2016 in India. En dan komen mensen zoals Bob en Betty samen met 400-500 educators om na te denken over hoe maken we samen mooi onderwijs. Nou, we spreken dezelfde taal, we hebben een lange band met Suriname, we
denken na over de geschiedenis en we kijken samen naar de toekomst. Hoe maken wij een betere toekomst? Dus wij kennen elkaar, Alberti, al zo lang, omdat we allebei een passion hebben voor onderwijs. En proberen mooi onderwijs te maken. Ja, het gaat allemaal over onderwijs, zoals u dat aangaf. Dat betekent dat de rol van het onderwijsministerie van hier ook van eminent belang is. Op welke manier leveren zij hun bijdrage? Nou, ik moet zeggen dat het ministerie al heel lang weet dat iEARN in Suriname is. En zij verlenen ook hun support waar nodig. En dat is toch wel prettig dat we die instantie achter ons hebben. Want anders zouden we ook niet op de scholen bezig kunnen zijn. En ik geloof als we hedendaagse nieuwsitems van het ministerie volgen, dat ICT een belangrijkere plaats gaat moeten innemen in Suriname. Met dit project hebben wij als het ware een richting helpen geven. Omdat zoals we duidelijk hebben gemaakt, via de computer, dat is het middel dat we gebruiken om in contact te zijn met elkaar in de wereld. Ja. De scholen die hier aan participeren, aan welke criteria moeten ze allemaal voldoen of hebben ze voldaan? Een wil om te leren, een wil om te realiseren dat we heel goed vroeger konden leren uit een boek, maar dat de wereld van kinderen zo snel verandert. Dat is ook waarom we net een gesprek gehad hebben met iemand van het MINOF. Het MINOF heeft een heel duidelijk doel om ook ICT-coördinatoren op te leiden. Die leerkrachten helpen ondersteunen bij het vormgeven van nieuw onderwijs. Dus we hebben een boek meegenomen, een reisgids digitaal leermateriaal. Waar docenten en leerkrachten uit Nederland, uit België, uit Sint Maarten, uit Aruba, overal waar Nederlands gesproken wordt, hun ervaringen delen. Wat we aangeboden hebben is, hier zijn al meer dan 70 scholen. Die samenwerken, samen leren. Het MINOF stuurt op ICT en opleiden van ICT-coördinatoren. Dit gaat over goede vakkennis als leerkracht. Maar vakkennis alleen is niet genoeg. Kinderen leren 21st century skills. Kritisch denken, creatief denken, communiceren, samenvatten, presenteren. Dat is wat de cirkels doen. Laten we de handen ineensteken en kijken hoe we Nederland en Suriname een stap verder kunnen helpen in modern onderwijs. Maar merkt u, mevrouw Burgers, want u komt uit het onderwijsveld, merkt u dat er toch wel veel raakvlakken zijn, onderwijs Nederland en onderwijs Suriname? Raakvlakken in die zin van dat elk kind belangend uitkijkt, vol interesse van hoe gaat het nou daar? Vroeger moest je uit de adreskunde boeken leren. Ik weet nog toen ik moest leren. Nederland heeft zoveel provincies. En ik neem aan in Nederland leren ze Suriname, Groot Oerwoud enzovoorts enzovoorts. Nu, doordat we ook die uitwisseling hebben dat Nederland elk jaar hier komt, zien ze het ook. Behalve dat wij tijdens het leerproces ook foto's opsturen, ook onze verhalen geven, zoals de Nederlandse kinderen ook hun verhalen, de Curaçaose kinderen ook hun verhalen aan ons geven. En daar leert een kind veel meer van dan wanneer je gaat zeggen, ga hoofdstuk 7 uit je adreskundeboek leren. Wanneer ze met elkaar in contact staan, er is zelfs Skype-contact, er is telefonisch contact, dat spreekt veel meer tot de kinderen. Dus Samsam is niet meer nodig. Heeft ook een rol, maar de wereld verandert. En die moeten ons afvragen, waarom gaan kinderen eigenlijk naar school? Waarom sturen we kinderen naar school? Dat is toch niet alleen maar om toetsen te maken. Natuurlijk moet je rekenen en taal en moet je goed kunnen. Maar je geeft kinderen iets mee, zodat ze in de toekomst de banen van morgen kunnen doen. Wij weten niet hoe over 20 jaar de banen eruit zien. Wat geef je kinderen nou mee? Dan moet je nieuwsgierig zijn en je moet fouten durven maken. Leren van je fouten. Dat is anders leren dan in de tijd toen mevrouw Betty op school zat. Dat verandert. Hoe het eruit ziet, weet niemand. Dat komt er alleen maar achter door het te doen. En dat is wat we doen. Leren kun je niet alleen. Leren doe je samen. En dat is wat we vandaag doen. Dus we zijn bezig zaken in een tijdcapsule te plaatsen. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar we weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Die maken we zelf. En daar willen we graag aan bijdragen. Ja, tot slot, wat moet de follow-up gaan worden? De follow-up is dat we volgende week met een groep leerkrachten uit Suriname naar Curaçao gaan. Dus de kennis die de leerkrachten hebben uit Suriname gaat nu naar Curaçao. Daar gaan we werken met leerkrachten uit Curaçao en de Antillen.
En op 9 februari tot half mei gaan er meer dan 2000 kinderen uit deze drie landen samen aan de slag. Over kinderrechten. Filmpjes, beelden, verhalen, toneelstukken. Van alles wordt er gedaan. Dus dat is de korte termijn. Maar we zijn al bezig met het project van 2016. Want er staan meer scholen in de rij dan we op dit moment aankunnen. Toch wel allemaal heel mooi om dat te horen. Dank u wel, heer Bob Hofman en mevrouw Betty Burgers. Dank u wel en heel veel succes. Met plezier gedaan, dank je wel. Een tas inhoudende onder andere een groot bedrag in Surinaamse en Amerikaanse dollar is gistermiddag gestolen uit een afgesloten pick-up die voor een etenzaak in het Molenpad geparkeerd stond. De eigenaar had de tas op de achterbank van de auto gelaten om wat te gaan eten. Toen hij terugkeerde naar zijn voertuig, kwam hij tot de ontdekking dat een zijruit was stukgeslagen en dat de tas met inhoud gestolen was. Het echtpaar Haridat Mulla en Sonia Rajavati Mulla Bhulai, wonende aan de Pentastraat te Welgelegen, die herdenkt vandaag het feit dat ze 50 jaar geleden het huwelijksbootje zijn ingestapt. Wij van TBN Prime Alert feliciteren het echtpaar met een mijlpaal en wensen ze nog heel veel gelukkige jaren samen. Zo is de districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest hier op bezoek geweest om het echtpaar de nodige felicitaties en de enveloppes namens de president en diens echtgenoten te overhandigen. We voeren u naar het moment waarop de districtscommissaris kort ingaat op het leven van de familie, gevolgd door de felicitaties van de districtscommissaris, als ook de overhandiging van de enveloppen. En tot slot hadden wij ook een vraaggesprek gehad met de oudste zoon van het echtpaar, en dat is dan de heer Rajkumar Mulla. De heer Mulla Haridat is geboren op 7 februari 1945 te Saramaka. Het echtpaar trad in het huwelijk op 29 januari 1965. Uit dat huwelijk zijn er 5 kinderen geboren. Het echtpaar is gezegend, want ze hebben 8 kleinkinderen, klopt dat? Ja toch? En al die 5 kinderen, van al die 5 kinderen woont er 1 in Nederland. 4 wonen hier te landen, in Suriname. De heer Mulla komt uit een gezin van 13 kinderen, waarvan helaas is zijn oudste broer ons voorgegaan. De heer Mulla is landbouwer, heeft 22 jaar lang een landbouw gedaan. Verder was hij pompbediende en heeft ook gewerkt als buschauffeur bij Chualong. Daarna kocht hij zijn eigen bus. En nu gaan we naar mevrouw Bula Bulai Ramjawati. Raswati, sorry hoor. Zij komt uit een gezin van 13 kinderen. Ook hetzelfde als de heer, ja. Waarvan zij de 9e is. Ze heeft 8 broers verloren. Verder mag ook vermeld worden dat het echtpaar al 46 jaar hier woont. Aan de Pentastraat. Bijna 46 jaar. Oké. Daarvoor hebben jullie het echtpaar gewoond te houden. En het zijn ook hoogtepunten geweest in hun leven. Een van de hoogtepunten is de geboorte van die kinderen van u. Een minder prettig moment is de ziekte van u geweest. Dat was in het kort hetgene dat ik naar voren wilde brengen over het echtpaar. Ik denk dat we nu over kunnen gaan naar het officieel gedeelte. Dit is het officieel. Ja. Waarbij de DC de officiële handeling gaat verrichten. Dat bedoel ik. Alsjeblieft, DC. Zo, mag ik u alsjeblieft vragen om even te staan? U beiden.
Lukt het? Ja. Okay. Mag ik uw rechterhand van u alsjeblieft? De uwe ook. Ik vind het niet erg dat ik uw vrouw vasthoud vandaag, toch? Na 50 jaar mag ik het even doen. Ja. Echtpaar Mula Boulay. Mag ik u namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Boudense en echtgenote Ingrid Boudense-Waldering van harte feliciteren met uw gouden huwelijk. Ja. Mogen de zegen van de Almachtige op u en uw familie neerkomen. Toch? Zodat u dan nog vele jaren toch, met uw familie kan zijn. En dat u van hun kan genieten en hun van u. En mag ik u namens de president van de Republiek deze enveloppen overhandigen. Ja. Toch? Als teken van dankbaarheid dat u 50, langer dan 50 jaar met elkaar bent gebleven. Ja. Ja. Toch? En de wens uitspreken dat, dat ik na 10 jaar weer terug ben om u te feliciteren met uw diamanten huwelijk. Mag ik u namens de president deze envelop overhandigen? Alsjeblieft. U bent als familie, als echtpaar, bent u een voorbeeld voor de samenleving. Want er zijn, ik vind niet meer, laten we zeggen, jongere mensen, de huwelijken gaan snel uit elkaar. Ja. Toch? Maar u bent als voorbeeld. En u staat als vele anderen voor u als baken in zee om aan te geven dat het lang blijven bij elkaar toch vele voordelen heeft. Als ik zo omkijk en zie uw familie zo trots bij elkaar en trots naar u kijken, toch, dan moet het de inspiratie zijn voor u allemaal ook. Toch, om over een aantal jaar toch ook als 50, als met u echtgenoot of echtgenote te staan en de felicitaties in ontvangst te nemen. Nogmaals, familie gefeliciteerd, echtpaar gefeliciteerd. Heel hartelijk bedankt. En hartelijk bedankt. Ja, bedankt voor de vrouw, voor de Desi Boutersen. Mevrouw, rechter gaat van ja, van de ja. Dat hebben we gehad van zij wordt ook heel hartelijk bedankt voor ons. Kijkers, en zoals aangegeven staan we dan nu met de oudste zoon van het jubilerend echtpaar. En dat is dan de heer Rajkumar Mulla Hermulla. Gefeliciteerd met het mijlpaal 50 jaar, gouden huwelijk van uw ouders. Bedankt, bedankt. Ja, als oudste zoon, hoe zou uw ouders het best kunnen omschrijven? Nou, ze zijn lieve mensen geweest, al die tijd. Ze hebben ons goed opgevoed. Mm-hmm. En dat was het, tot nu toe zijn we tevreden en gelukkig. Ja. Wat zijn zo'n beetje de belangrijkste zaken die je van uw ouders hebt geleerd? Heel veel gedrag. Ja, heel veel goede dingen. Ja. Dus niemand is op het slechte weggegaan. Dus goede dingen waren geleerd. Ja. En, op deze ja. En op deze bijzondere dag, wat is het dat u dan als oudste zoon toch wel aan uw ouders zou willen meegeven? Nou, dat ze zo door gelukkig blijven en gezond. En verder een leven beleid tot zo gezond mogelijk blijven. Ja. En altijd gezond blijven en gelukkig. Met hun kinderen en kleinkinderen allemaal bij elkaar. Ja. Allemaal heel mooi gezegd. Dank u wel en nogmaals gefeliciteerd. Geen dank. Heel bedankt. Ja. Ja. De politie van de controlepost Klaas Kreek in het district Brokopondo heeft gistermiddag ruim 43 kilo marijuana onderschept en in beslag genomen. De marijuana is in een autobus ontdekt. De auto reed in de richting van Paramaribo. Kort nadat de bestuurder de bus tot stilstand had gebracht, rende een man daaruit weg het bos in. De marijuana is vermoedelijk van die man. Nogmaals, de politie van de controlepost Klaaskreek in het district Brokopondo heeft gistermiddag ruim 43 kilo marijuana onderschept en in beslag genomen. De marijuana is in een autobus ontdekt. De auto reed in de richting van Paramaribo. Kort nadat de bestuurder de bus tot stilstand had gebracht, rende een man daaruit weg het bos in. De marijuana is vermoedelijk van die man.